Welkom bij NH Next. Daar zijn we. Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Welkom kijkers in het land op deze NAN, NH Next over lokale politiek en het bedrijfsleven. Waar we vanmiddag met elkaar over in gesprek gaan met Friso de Zeeuw, voorzitter van het Economisch Forum, Monique Stam, voormalig wethouder van Herengewaard, nu Dijk en Waard, Ralf van Someren, directeur van de Rabobank Alkmaar en Omgeving, Jelle Beemsterboer, wethouder van de gemeente Schagen en Monique van der Voort. En zij is regiosecretaris van de Metaalunie. Normaal gesproken staat hier Waronne Sint, maar Waronne moest voor vandaag helaas afhaken. Beterschap, Waronne. We hebben dan zo'n onderwerp als vanmiddag waar we met elkaar over van gedachten gaan wisselen. Straks 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, daarna worden de colleges geformeerd. Maar eigenlijk verbleekt alles bij het vreselijke nieuws wat ons dag in dag uitbreekt, namelijk de veroveringsoorlog van Rusland, waar Oekraïne het enorme slachtoffer van is en wat heel veel menselijk leed veroorzaakt. En ja, dan toch ook een beetje een bruggetje maken naar onze regio. Ik kijk even naar jou, Ralf. Daar zullen we hier ook wel heel veel gevolgen van ondervinden. Denk ik. Ja, zeker. Natuurlijk verbleekt alles bij het menselijk leed als je die beelden ziet. En de verwachting is ook dat er wel de nodige stromen vluchtelingen naar deze regio komen. Dus ook in die zin zullen we daar ook steeds meer mee geconfronteerd worden, ook dat je de mensen ziet. Nou, dat staat natuurlijk, dat heeft veruit de meeste impact. Als je dan kijkt economisch en daar vroeg je naar. Ja, dit gaat een wederom een aanbodschok teweeg brengen. Eigenlijk waren we net aan het herstellen van het aanbodschok van corona. En daar komt dit overheen. En je ziet op dit moment direct al op het gebied van de energieprijzen de ontwikkeling. Maar dat zal op andere vlakken, op graan, op langere termijn ook zeker het gevolg zijn. Nou ja, en waar gaat het toe leiden? Dat is toenemende prijzen, natuurlijk afnemende koopkracht. Wat verwacht jij heel concreet voor onze eigen regio, Noord-Holland-Noord? Ja, daar pak ik direct in één keer mee. Afnemende vraag dus. Stagflatie is een reëel risico. En dat is een gelijkblijvende economie en stijgende prijzen. En waarbij we zelfs een recessie helaas niet kunnen uitsluiten. En het positieve nieuws is wel dat we als regio er op dit moment goed voor staan, ook als Nederland goed voor staan. De economie draait op volle toeren, de orderportefeuille zit er vol, volledige werkgelegenheid. Bedrijven en particulieren hebben veel gespaard, dus dat is een buffer en dat hebben we ook nodig. En het positieve is ook wel dat wij relatief weinig exporteren naar Rusland. En dat komt nog als gevolg van de sancties van de vorige Krimoorlog. Maar wat altijd de ellende is van de crisis, de gevolgen zijn nooit gelijkmatig verdeeld. Als je nu kijkt in deze regio en ook in onze portefeuille, kan je niet zeggen dat er veel bedrijven in acute nood zitten. Dat valt wel mee. Maar er zijn wel grote verschillen in de sectoren. Je zou bijvoorbeeld de agrarische sector net je tulpen naar Rusland hebben gestuurd. En het geld nodig hebben. De bollensector is groot in Noord-Holland-Noord en verstuurt ook heel veel naar Rusland. Daar is het voordeel dat we nog zeg maar, helemaal aan het begin van de cyclus zitten. Dus er zit nog wel tijd naar alternatieve kanalen. En de vorige zeg maar, sanctiecrisis, dat was naar aanleiding van de Krim, hebben de bedrijven ook alternatieve afzetkanalen gevonden. Dus die kansen zijn er wel. Dus er zijn hele grote verschillen en verder ook sectoren die energie-intensief zijn in de maakindustrie zullen geraakt worden. De transport, dan is de vraag, ben je in staat om de prijs door te berekenen aan je afnemers of niet? Ik begreep dat jullie gisteren daar een sessie over gehad hebben van hoe doe je dat? Nou, lukt het wel, dat is mooi voor het bedrijf, maar je levert wel een bijdrage aan de inflatie. Nou ja, en tenslotte heb je natuurlijk ook een aantal maak- en productiebedrijven die vestigingen hebben in Oekraïne en Rusland. En die bedrijven worden zeker op de middellange termijn zwaar geraakt.
Dus ja. Op korte termijn valt het nog wel mee. Maar op middellange en lange termijn denk ik dat we de gevolgen helaas niet kunnen onderschatten. En dat hadden we een maand geleden heel anders verwacht. En zo blijkt ook maar weer, je wordt toch geraakt uit een hoek die je niet zag aankomen. We zullen het meemaken, maar het allerbelangrijkste is dat die vreselijke oorlog zo snel mogelijk stopt. Ja, en dan toch maar weer de overstap naar het onderwerp de verkiezingen. En wat het bedrijfsleven mag verwachten van lokale overheden. Friso, het Economisch Forum is met een verkiezingsmanifest gekomen. Maar zou jij ons eerst eens kunnen meenemen, wat is het Economisch Forum waar jij voorzitter van bent? Ja, het Economisch Forum is eigenlijk een overkoepeling van een aantal regionale bedrijvenverenigingen in de regio Alkmaar, de kop van Noord-Holland, in West-Friesland, de Eimond en in Zaanstreek. Dus een groot gebied. En daarnaast hebben wij als onze leden een aantal brancheverenigingen, zoals de Metaalunie, Bouwend Nederland, LTO, dus de Land- en Tuinbouw, en daarna is ook VNO-NCW bij ons aangesloten. En dan ben ik nog niet compleet, maar anders wordt het een te lange lijst. En wij richten ons in het algemeen op de regio Noord-Holland-Noord, maar ook op de Eimond en de Zaanstreek, uiteraard. Maar in dit geval, mede op verzoek van enkele van onze leden, hebben we ook ons gestort op de gemeenteraadsverkiezingen. En weet je, ons richtend op de collegevorming die na die verkiezingen gaat plaatsvinden. Wat komt er in die collegeprogramma's te staan? En we hebben het idee dat daarbij economie toch nog vaak een beetje een ondergeschoven kind is. En dat willen we mee. En hebben we een manifest, dat klinkt nogal zwaar, maar hebben we gewoon wat aangereikt als programma-onderdelen in 8 hoofdstukken die overgenomen kunnen worden. In ieder geval een basis ook voor het gesprek binnen die gemeente kunnen bieden. Jelle, Als Friso zegt van nou ja, een beetje het gevoel dat economie wat ondergeschoven kind is. Herken je erin? Ja, niet helemaal. Ik denk wel dat er heel veel dingen nu spelen waar die heel hoog op de agenda staan van de gemeente. Woningbouw is daar een van bijvoorbeeld, wat ook weer direct gelinkt is aan de lokale economie. Maar het zit ook nog wel in het DNA van de meeste politici volgens mij in onze regio, dat economie en daaraan gekoppeld werkgelegenheid ook echt wel heel belangrijk zijn om te promoten. Al moet ik eerlijk zeggen dat het vaak ook wel een soort zoektocht is naar hoe geef je daar nou vorm aan en wat is een goede rol die je als overheid kunt innemen als het niet alleen maar gaat om faciliteren van uitbreiding van bedrijven op het moment dat dat nodig is. Liever nog iets eerder. En wat ik ook nog wel even wil onderstrepen is de regionale samenwerking en het samen optrekken van de bedrijven in de regio met de overheid, met het onderwijs. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk en dat is fijn als ook de nieuwe politici, de nieuwe raadsleden dat meteen meenemen en ook zich beseffen. Want nou, ook uit ervaring kan ik zeggen dat dat niet het eerste is waar je aan denkt als je voor het eerst de gemeenteraadszaal in komt lopen. Maar dan kijk ik even naar jou, ja. Monique. Wat ontzettend belangrijk is, is natuurlijk dat er, bedrijven opereren regionaal. Ja, klopt. En vaak, en zeker ook in jouw sector. En hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld bovenplaatselijke samenwerking? Ja, wat mij betreft heel erg belangrijk. Onze bedrijven opereren niet alleen regionaal, maar zelfs mondiaal. Hè? Dus, maar zijn wel ergens gevestigd. Veel MKB-bedrijven, dus hebben vaak ook wel een band met de gemeente waar ze gevestigd zijn. Leveren daar ook een bijdrage, hè? Een sportclub, qua sponsoring en noem het dan maar op. Maar in hun ondernemen zijn ze niet begrensd door de gemeentegrens. Zelfs niet door de grenzen van de regio. Dat er regionaal wordt samengewerkt op het gebied van bijvoorbeeld voldoende ruimte voor bedrijven, ja, dat is enorm belangrijk. Ja. Sommige mensen vragen zich wel eens af van waarom zit zo'n nationale vereniging regionaal aangesloten bij het bedrijfsleven. Dat is omdat wij heel graag op al die niveaus willen schakelen. Nationaal staan we onze leden bij, maar ook juist lokaal waar het voor hun belangrijke dingen betreft. Dus daarom proberen we zoveel mogelijk lokaal, regionaal en landelijk actief te zijn. Maar Monique,
Jij bent geen wethouder meer, dus nu mag je eindelijk helemaal vrij uitpraten. Je hebt geen enkel belang meer richting de verkiezingen. Ik heb bijvoorbeeld toch wel herinneringen aan onze regio, waarin gemeenten vooral keken naar de eigen grenzen. Wordt dat ook niet alleen maar versterkt door dat lokale partijen vaak zo alom tegenwoordig zijn? Ja, dat is een risico, ja. Maar ik denk dat we in de regio Noord de afgelopen tijd wel stappen hebben gezet om dingen samen op te pakken. En ik denk eventjes aan het woonaanbod wat we toen de tijd gedaan hebben. Dan hebben we toch met 3 regio's samen iets neergelegd. Mm-hmm. En de voorbereiding voor het bereikbaarheidsprogramma, wat eigenlijk nu aansluitend aan dat woningprogramma wat we aanbieden, eigenlijk opgepakt kan worden door de regio om gezamenlijk op te trekken. En ik denk dat ook voor lokale partijen zo langzamerhand wel duidelijk wordt, tenminste dat mag ik hopen, dat het samenwerken alle gemeentes iets oplevert. En dat je dus juist voor de ondernemers in jouw gemeente dat moet doen. Want bereikbaarheid en het wonen en überhaupt het tekort aan ruimte en waar bijvoorbeeld bedrijventerreinen zich moeten vestigen of kunnen uitbreiden, zijn allemaal vraagstukken die regionaal opgepakt moeten worden. Want Friso, als ik bijvoorbeeld dat manifest lees, dan komen behoorlijk wat onderwerpen in voor. Ja. Noem eens een top 3, maak eens zelf eens een top 3. Dan begin ik met energie. Ja. En dat is uit tenminste 2 oogpunten van groot belang. En met de hele Oekraïne-crisis nog eens extra. Maar daarvoor hadden we al 2 items. Dat is de ene waar we in bijna de hele provincie mee zitten, is congestie op het net, filevorming en enorme vertraging. Ja. En dat treft de bedrijven in het hart. Zij die willen uitbreiden, nieuwe vestigingen, herstructureringen. En dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar we hebben het wel zien aankomen. En ook de waarschuwing gegeven. En in dat verband ook gezegd van, kijk nou uit met die regionale energiestrategieën, dat je het niet alleen maar erger maakt. Nou, dat gebed is niet erg verhoord, helaas. Door wie niet? Energievoorziening, ja. Dat vind ik nou wel een klassieker in de overheidstaak, dat je dat doet. Dus dat moet ik toch echt wel de overheid en niet in de eerste plaats de gemeente, maar de Lianders en de provincies en de Rijksoverheid verwijten. Maar goed, dat was dan de afdeling verwijten. Vervolgens, wat gaan we doen? Daar kunnen gemeenten wel degelijk een rol in spelen. Namelijk ook op bedrijventerreinen. Hoe kan je die energievoorziening anders organiseren? Met bijvoorbeeld meer opslagruimte daarbij voor energie. Dat kost geld, daar zit een zogenaamde onrendabele top op. Daar helpt de provincie bij, maar daar kunnen gemeenten ook wat aan doen. Bijvoorbeeld met vlotte vergunningverlening. Ook vlotte vergunningverlening voor kabels, allerlei hulpstations die er moeten komen, een transformator, huisjes en huizen. En om daar vlot in te acteren, dat helpt om op korte en iets langere termijn die filevorming en de vertraging om die op te lossen. Ik heb jou wel eens een keer horen roepen, minder beleid en meer uitvoering als het gaat om de overheden. Ja, dat heb je goed gehoord en dat geldt nu ook weer. En daar is eigenlijk heel veel mee gezegd. De modekreet is tegenwoordig uitvoeringskracht. Oké, noemen we het uitvoeringskracht. Maar dat gaat erover. Daar waar ook de tekorten zien bij de gemeente in de personele capaciteit, ook daar, dat er nogal veel beleidsambtenaren zijn en eigenlijk te weinig mensen voor de vergunningverlening en praktische hulpvragen. Dus wij vragen aandacht en zelfs meer dan dat om die verhouding als het ware om te draaien. Ralf, zie jij dat ook? Want ik zag je ook wel knikken zo van dat bedrijven die zeggen van ja, wij willen wel investeren, we willen bij de Rabobank aankloppen voor faciliteiten en dergelijke, maar we krijgen onvoldoende handreikingen van de kant van overheden als het gaat om snelle vergunningsverlening.
Ja, herkenbaar ten aanzien van de snelheid van het vergunningentraject. Maar als je het breder trekt ten aanzien van duidelijkheid en beleid en naar alle sectoren, inclusief ook de agrarische sector, is soms ook het gebrek aan duidelijkheid. Ja. Zorgt er ook voor dat je juist in de sectoren waar geïnnoveerd moet worden voor de duurzaamheid, er juist niet geïnvesteerd wordt, omdat de ondernemers het even afwachten van welke kant gaat het nou precies op. En je merkt dat met bij de particulieren ook, van we willen wel verduurzamen, maar hoe doen we dat precies? Dus een niet zozeer meer beleid, maar wel een duidelijk beleid en een perspectief voor ondernemers, zodat de goede ondernemers middels ondernemerschap en innovatie de weg naar de toekomst kunnen vinden. En niet iedere onderneming zal die stap kunnen zetten, maar dat is ook het onderdeel van ondernemen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de goede ondernemers die willen innoveren en die bijdrage leveren, dat die wel een perspectief hebben in hun sector. En of dat nou de metaalsector is of de agrarische sector, die ondernemer verdient daar een plek. Ook omdat hij ondernemer en de bijdrage die hij heeft geleverd voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. Dus daar kunnen we echt nog wel stappen in zetten. Als ik een onderwerp noem, bijvoorbeeld, hè, bedrijventerreinen. Hoe groot? Kijk, even naar jou. Je vroeg net naar de top 3. Ja, ja. Dus ik zat ook al even te denken. Ja, ik zou al het gras voor mijn voet dat, even gehaald. Dat was jouw top 1. Ik heb het nog maar bij 1 gelaten. Klopt, maar ja, dan misschien dat, nee, ik hem dan wel, dat ik hem dan mag aanvullen. Ja. Voor ons is bedrijfterreinen echt een item. En niet alleen voldoende ruimte voor de toekomst, dus met uitbreiding van bedrijfterreinen, maar ook, ik heb nu een aantal verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd door het bedrijfsleven onder andere bezocht. Wonen, dat is echt item nummer 1 op dit moment bij de verkiezingsbijeenkomsten. En dat is ook heel erg logisch. Maar we willen er echt wel voor waarschuwen dat wonen niet op bedrijfterreinen plaats gaat vinden. Veel gemeenten zien toch daar een kans, hè, om dan wel te gaan mengen. Dus wonen toe te gaan staan, dan wel te vervangen. Ja, daar zijn wij echt, daar waarschuwen wij enorm voor. Want het gaat gewoon nooit samen, bijna nooit samen. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Dus laat je daartoe niet verleiden. Zoek voor dat wonen echt andere ruimte, want die ruimte op die bedrijfsterreinen is ontzettend nodig. Landelijke cijfers wijzen uit dat 70% van de banen bevindt zich op bedrijfsterreinen. En dat moet je wel, heel veel raadsleden realiseren zich niet, maar dat zijn de cijfers. Hoe verleidelijk is het voor wethouders, voor colleges om te zeggen, ja, wij moeten bouwen, dat vraagt iedereen van ons. Huizenprijzen die in de lucht schieten, om dan toch een begerige blik te werpen op bedrijventerreinen of bedrijventerreinen in ontwikkeling. Ja, dat is heel verleidelijk. Ik heb het zelf ook afgelopen tijd meegemaakt. We hebben beleid erop gemaakt en gekeken bij elke bedrijventrein waar zou wonen wel en niet kunnen. En nou, dat geeft dan wel ook duidelijkheid, hè? Ik bedoel, op een gegeven moment hebben we ook samen met het bedrijfsleven daar keuzes in gemaakt. En de gemengd bedrijventrein is toch duidelijk iets anders als een puur. En daar duidelijkheid geven, daar mag het wel, daar mag het niet, dat hebben we wel gedaan. Dus, maar je moet wel, en dat ben ik wel met Monique eens, je moet wel zorgen dat er ruimte blijft voor ook bedrijven om te kunnen groeien. En een combinatie van bedrijventerrein en woonfunctie, is dat denkbaar of is dat volstrekt een belachelijke gedachte? Hangt er vanaf, hè, welke soort. De lichtere bedrijven, dus hoe zwaarder de bedrijven, hoe groter de milieucontouren daaromheen zijn. En die worden belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheid als er een bedrijf binnen die contour, binnen de cirkel om het bedrijf zit. Daar is onze wetgeving gewoon veel te streng voor. En ik merk ook inderdaad dat wij zijn ook op zoek naar plekken waar je dan toch bedrijventerreinen, zeker aan de randen tussen wonen en bedrijventerreinen, toch net die grens oversteekt. Omdat je natuurlijk ook bijna nergens mag bouwen in de provincie Noord-Holland, omdat als je naar een weiland naast een dorp of naast een stad kijkt, dan hangt meteen Haarlem de provincie in de nek, want die willen niet dat wij buiten het bestaande stedelijk gebied bouwen. Ja. Dus het wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt. Is er een indicatie te geven, Friso, van hoe groot het tekort is, hoe groot de behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen? Nou, dat nog niet, nee. Maar daar zitten we wel aan te werken. Wat in ieder geval bekend is, ook uit de periodieke inventarisatie die wordt gedaan, is dat West-Friesland zit aan zijn tax en heeft eigenlijk meer bedrijventerrein nodig, tientallen hectare.
Ook de regio Alkmaar loopt erg goed. En dat betekent dat daar nu ook een tekort dreigt. En daar is die ruimtevraag die ook Jelle net even aankaartte. Van waar dan? Dat wordt daar in West-Friesland ook. Maar ik denk een nog groter item in de regio Alkmaar. Dus in de komende jaren, en daar is goed dat gemeenteraadsleden en de colleges van BMW zich daarop prepareren, krijgen we een discussie over nieuwe bedrijventerreinen, uitbreiding en natuurlijk ook de verduurzaming en de herstructurering daarvan, maar ook uitbreiding. Ja. Ik zou er graag nog even op willen reageren. Verduurzaming van bedrijventerreinen is van ons ook een belangrijk speerpunt in heel Noord-Holland Noord, want we werken als Rabobank ook samen in Noord-Holland Noord. En daar zit inderdaad het bedrijfsleven en de overheid. Maar het is niet alleen tussen die twee. Want als wij kijken in Noord-Holland Noord zien we ook wel hele grote verschillen in bedrijfterrein. En ondernemers moeten ook goed naar zichzelf kijken. Want het ene bedrijfterrein is veel beter georganiseerd en een veel betere samenwerking dan in andere regio's. Dus dat is de oproep aan de ondernemers. Voordat je naar de politiek gaat kijken, ga zorgen dat je jezelf ook goed verenigt en goed gaat samenwerken. Alleen dan kunnen we de uitdaging met onder andere de duurzaamheidstransitie aan. Dus er is ook nog wat huiswerk zelf te doen. Ik ben het helemaal met je eens, Ralf. En daarom is het ook echt, vooral op lokaal gebied, de oproep om je ook bij de lokale ondernemersverenigingen aan te sluiten. Want die zitten vaak heel stevig aan tafel bij de individuele gemeentes. Ja. Absoluut, ja. Maar de term verduurzaming van bedrijventerreinen, die hoor ik eigenlijk al heel, heel lang. Maar ik heb er niet echt een beeld bij. Nou, eigenlijk de energiecongestie is een mooi voorbeeld. En dat is een groot probleem. Maar een mogelijke oplossing, en Friso heeft het al wel aangeduid. Van als je nou gaat samenwerken op bedrijfterrein, dat kan niet op ieder bedrijfterrein. Maar het ene bedrijf heeft energie over, het andere heeft tekort. Als je dan gaat samenwerken, gemeenschappelijke oplossing, misschien een gemeenschappelijke coöperatie of ergens energy as a service inregelt met opslag, dan kan je verduurzamen van de bedrijventerrein zonder dat de energiecongestie op het net een probleem is. Ja. Dus dan kan je echt met elkaar versnellen en kan je ook een voordeel hebben van dat je met elkaar op een bedrijventerrein zit. Ja. Ik doe er nog twee bij, als je het goed vindt. Ja. De ene zit op de besparing die bedrijven ook nog kunnen realiseren. Ja. Daar kunnen ze de ondersteuning van de overheid, ook van gemeenten, goed bij gebruiken. Is vooral stimuleren wat dat betreft. En de andere is ook zonne-energie. Wij vinden dat de bedrijventerreinen daar nog veel meer gebruik voor zou kunnen maken. In plaats van al die zonneweides op goede landbouwgrond. Ja. Daar zijn we helemaal niet voor. Nee. Overigens, volgende week, komende maandag, vindt er weer een NH Next plaats over het fenomeen energietransitie en bedrijventerreinen. Dus het onderwerp is wat dat betreft wel degelijk ook heel erg in beeld. En als ik het dan nu toch over energie heb, ook dat vindt een plek in het manifest Friso. Het fenomeen energie is nu zeer actueel, want iedereen roept, we moeten energie onafhankelijk worden van Rusland. Wat er is gebeurd, dat mag niet nog een keer gebeuren. Welke uitdaging, want we moeten het niet alleen hebben over bedreigingen, maar welke uitdagingen kan dat hebben voor ons gebied? Waterstof, hoor je? Ik wou die noemen, dan moet je het in termijnen opdelen. Ja, ja. Ik denk dat we die kortere termijnen eigenlijk nu al hebben besproken. Ja. En op de lange termijn staat duidelijk de waterstof bij ons hoog op de agenda. Waarbij ook de kop van Noord-Holland en Den Helder naar ons idee een grote rol kunnen gaan spelen en zullen moeten gaan spelen. Het thema is nou intussen ook op de Haagse agenda goed terechtgekomen. Dus daarvan moeten wij profiteren. Levert ook veel werkgelegenheid op. Maar zal ook investeringen met zich mee gaan brengen die we gaan zien. Dus ook voor de ruimtelijke ordening wordt dit een uitdaging, zoals dat heet. Licht is toe. Je krijgt allerlei gebouwen en voorzieningen en transformatoren en die opwekfabrieken, zal ik het maar even noemen, die een plek moeten vinden. En we hebben het al even besproken, er is een gevecht om de ruimte. En vanuit die economische belangen bevechten wij onze plek ook daarop.
En met een goed ontwerp hè, kan je natuurlijk, dat weten we, kan je een hoop goed doen en kan je functies combineren. Maar dat kent zo zijn grenzen. Nou, daar gaan we in de komende 4 jaar een begin mee maken. En daar spelen de gemeenteraden dus ook een rol in. En daarbij zal ook, wat ik denk dat in de komende jaren sowieso een stevige rol gaat spelen, de discussie met de bevolking. Nou, daar kunnen de wethouders ook van alles over vertellen. En er wachten ons gewoon stevige gedachtenwisseling met omwonenden en met groepen van de bevolking. Wat kunnen onze wethouders ons daarover vertellen? Nou. Ja. Zal ik van wat steken? Ja. Doe jij dat? Kijk, onze energie, we gebruiken met z'n allen ontzettend veel energie. Ook hier weer verlichting, computers, ja. Nou noem maar op. Dat komt nooit zonder een prijs. Dus ofwel je verbrandt steenkolen met heel veel CO2-uitstoot, je verbrandt gas met ook heel veel CO2-uitstoot, maar dat halen we tegenwoordig ook vrolijk uit Rusland, dus dat willen we ook snel stoppen. Of je windmolens waar enorme discussie over zijn, zonnepanelen hoorden we net ook, mag niet op agrarische gronden. Zelfs kernenergie roept af en toe nog discussie op. En die nieuwe kerncentrales heb je ook niet zomaar gebouwd. Dus we moeten ons gewoon erop instellen dat je voor het gebruik van energie offers moet brengen. En dat betekent dat wij vanuit de gemeente ons in moeten zetten om te zorgen dat zowel inwoners als bedrijven als ook de overheid zo min mogelijk energie gebruiken. En dat deel wat we gaan gebruiken zal steeds meer elektrisch worden, want we willen natuurlijk weg van het Russische gas en ook Groningen raakt straks op. En we willen ook niet dat het daar blijft schudden, nee. Zeg maar, dat er daar aardbevingen blijven. Dus we zullen ons steeds meer moeten richten op elektriciteitsinfrastructuur. En dat gaat een enorme opgave worden. Het loopt nu al vol en we zijn nog niet halverwege. Monique, als ik zeg, aansluitend op wat Jelle naar voren brengt, goed beleid is impopulair beleid, zit ik er dan ver naast? Dat kan, want het hangt het maar van af hoe je daarin dus je inwoners hebt meegenomen en je ondernemers. Want uiteindelijk moeten zij ook die offers brengen. En dan kun je natuurlijk wel als gemeente, en dat is iedere keer het punt, hè, gemeente legt het beleid neer en dan zeggen de inwoners, ja, maar wij vinden dit. En stop nou even met dat beleid, maar ga nou eerst eens in gesprek met iedereen. En wij hebben in Dijk en Waard een heel goed voorbeeld van een zoekgebied voor de rest waar iets kan, maar waar ook agrariërs zijn. En die agrariërs die gaan dan in gesprek met hun buren van wij willen verduurzamen en daar zijn bijvoorbeeld windmolens voor nodig. Hoe gaan we dat doen? En dan gaan zij in gesprek en dan heb je direct de economische belangen en de leefbaarheidsbelangen die met elkaar botsen en waar burgers en ondernemers met elkaar over in gesprek gaan. En ik denk dat dat de essentie is. En die offers moeten dan helder worden. En dan moeten keuzes gemaakt worden. Maar dat moet niet vanuit de gemeente als zijnde van dit gaan we doen. Want dan ben je echt, dat gaat echt niet meer werken. Maar ook de overheden moeten hier wel hun rol nemen. Ja, die moeten dat organiseren. Ja. Ja. We hebben ook gezegd toen tegen die ondernemers, wij gaan jullie helpen om dit gesprek te gaan voeren. Ja. Wat veel ziet is dat er inderdaad de grote projecten, hè, zoals in Den Helder, zoals in de IJmond met Tata Steel, wind op zee, maar het individuele MKB-bedrijf op het bedrijfterrein, die zijn, ik kom bijna niet bij een bedrijf waar ze niet al of ze al hebben liggen de zonnepanelen, de LED-verlichting is al geïnstalleerd. Ze zijn allemaal aan het kijken hoe ze kunnen verduurzamen. Dus ik zou ook heel graag die grote, als het om miljoenen, miljarden gaat, lijkt er nog niets aan de hand te zijn. Maar kijk eens hoe je dat wat kleinere bedrijfsleven ook kunt bedienen vanuit de gemeente. Help ze daarbij. Je ziet hele mooie initiatieven. West-Friesland is daar best ook ver in. Om die de bedrijfterreinen collectief dingen op te pakken. Maar wij zien gewoon dat daar hebben individuele ondernemers behoefte aan om het voor hun behapbaar te maken. Wat kunnen ze zelf doen? Heel vaak doen ze al iets. En hoe kan je dat verder uitbreiden? En Ralf, ik kan me voorstellen dat zeker ook de kleine bedrijven die bijvoorbeeld zeggen wij willen zonnepanelen neerzetten op onze daken of weet ik veel wat, toch ook niet om de Rabobank heen kunnen. Nee, een van onze speerpunten ook de energietransitie. We benaderen bedrijven actief en ook proactief over de mogelijkheden van zonnepanelen. Ten aanzien van bedrijfsverenigingen zijn we ook actief naar bepaalde bedrijventerreinen toe om een green deal te sluiten samen met de bedrijventerrein, gemeente en dan de Rabobank
van om die stap voorwaarts te zetten. Want heel veel ondernemers willen wel, en die zonnepanelen gaat nog wel, de LED-verlichting ook. Maar als het gaat om warmte en dergelijke, ja, hoe doe je dat? En als je dat dan als collectief aanpakt, dan kan je ook zorgen dat je de kennis binnen huis haalt. De ondernemers krijgen wat meer vertrouwen, die pakken het ook samen vast, doen het samen. Maar dan moet je eerst wel vertrouwen hebben in de ondernemers waarmee je op het bedrijventerrein zit. Dus vandaar daarnet ook mijn opmerking van zorg eerst dat het management van het bedrijventerrein en de samenwerking goed is. Voordat je op reis gaat en een spannende reis aangaat op de energietransitie. Dus dat je elkaar wel goed vast kan pakken en ook achter elkaar blijft staan als het even wat moeilijker is. Friso. Ja, twee opmerkingen. De eerste is deze. Ik onderschrijf dat van Ralf. In wezen speelt hij natuurlijk de bal een beetje naar ons terug. Naar het bedrijfsleven. Ja, dat deed hij heel bekwaam voor. Ja, in twee instanties. Ja. En daar heeft hij gelijk. Onze ervaring is, in ieder geval de mijne, is die bedrijvenclubs, zowel regionaal als op de grote bedrijventerreinen, die goed georganiseerd zijn en dat ook professioneel aanpakken en daar dus ook wat centen voor over hebben en voor iemand voor een paar dagen in kunnen huren of zo'n BIS organiseren, een beheerclub voor een bedrijf, die functioneren het beste en lopen ook voorop met innovatieve ideeën en zijn ook voor de gemeente een goede gesprekspartner. En die kunnen dan ook zoiets als zo'n participatietraject inzetten. Dat is de eerste. En de tweede is, ga ik toch weer naar de gemeente. Dat is dat die zelf ook, ik noem het maar even, onbureaucratisch handelen. Zeker voor die kleine ondernemingen die er toch een zootje vergunningen nodig hebben. Is het van belang dat die duidelijk een aanspreekpunt hebben binnen die gemeente. Die het onder de motorkap van die gemeente regelen. In plaats dat je die 6 loketten af moet. Allemaal klassiekers, maar ze zijn nog steeds actueel en dat zullen ze ook blijven. Dus ontbureaucratisering, die term te gebruiken. Ja, we hebben wel in een ander vakgebied waar ik de zaak onveilig probeerde te maken, noemen dat wel ontslakken. Mm-hmm. Dus gewoon een vlotte behandeling. Het is veel meer een mentaliteitskwestie die hier een rol speelt. Dan dat je dat nou allemaal in ons manifest kan uitschrijven. En dan ben je dus erg afhankelijk wie er straks in de wethouderij terecht gaan komen. Daar gaan wij niet over, maar we geven ze in ieder geval deze boodschap. Jelle en Monique, voelen jullie je aangesproken door wat Friso zegt? Van ja, we zijn zo afhankelijk van degene die vergunningen moet regelen. Ja. Zeker. Ja. Ja, en ook door het laatste natuurlijk, door wie er uiteindelijk wethouders worden. Ja. Want kijk, wij zullen natuurlijk direct zeggen, ja, als alle ondernemers en ook hun werknemers en familieleden en buren en zo gewoon op het CDA of in Monique's geval op de VVD stemmen, dan zal het met die bureaucratie wel goed komen. Dus dan komt het goed, denk ik. Maar goed, je hebt natuurlijk altijd kans dat er straks toch weer compromissen nodig zijn. Het is verkiezingstijdje, met wat dus je mag een beetje wel graag veel maken. Bureaucratie hebben. Ja. Maar het is wel een punt. Het is echt iets waar ook in veel gemeenten, eerlijk is eerlijk, ook al wel aan gewerkt worden. Dus er zijn heel veel gemeenten met teams duurzaamheid die ook schakelen met bedrijventerreinen en die directe ingangen hebben om al een beetje dat ontslakken te doen, om in de eigen organisatie te pionieren en te zorgen dat vergunningen sneller verleend worden. Heel veel op het gebied van duurzaamheid is gelukkig ook vergunningsvrij, maar dan moet je dat wel weten. Ja. Tegenwoordig zijn ook steeds meer gemeenten strak aan het handhaven op de wettelijke eis dat je alle duurzaamheidsmaatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn, ook daadwerkelijk moet uitvoeren. En ik kan me voorstellen, ik denk dat de meeste bedrijven voor zichzelf zo'n die eis misschien wel opschalen naar 10, in sommige gevallen, sommige branches misschien zelfs 15 jaar, dat ze gewoon zeggen, nou, alles wat wij kunnen doen in ons bedrijfspand, wat binnen 10, misschien soms 15 jaar terug te verdienen is, gaan we gewoon uitvoeren. We huren specialisten in die dat voor ons regelen. Op de lange termijn heb je daar gewoon baat bij. Zeker met dit soort stijgende gasprijzen. Ik wou er nog even aan toevoegen. Monique? Ja, want dit is natuurlijk op lokaal gebied, hè, dat onderschrijf ik helemaal. Maar wat nou de crux is, het zou zo mooi zijn als, hè, want overal is personeelstekort, ook bij gemeentes, als juist bepaalde zaken ook gemeenschappelijk worden opgepakt. Want zo, hè, als er tekort aan economie mensen zijn, maar waarom zouden we niet gezamenlijk als regio een punt hebben waar bepaalde vragen gesteld zouden kunnen worden en dat we dat vanuit de regio bedienen? En ik wil daar wel aandacht voor vragen, dat de toekomstige colleges, ook als ze bevolkt worden door lokale partijen, zich niet ervoor generen om dingen gewoon gezamenlijk op te pakken. Dat is echt hard nodig. En ik denk om snelheid te maken, om inderdaad je tekorten van personeel goed op te kunnen vangen, ben je eigenlijk wel,
moet je dat gewoon doen. En het is veel, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hè? Al die gemeentes zoeken naar hetzelfde. Dus... Ja. Ik kijk even naar jou, Monique. Er werd net ook genoemd de arbeidsmarkt. Ja. Er wordt van alles voorspeld dat die arbeidsmarkt zo ongelooflijk krap aan het worden is dat we geen goed personeel meer in stelling kunnen brengen. Voel je dat nu al? Dat voelen wij. Dat voelt de hele technische sector breed. Hè? De Bouw in Nederland, Techniek Nederland, de Alliande, ook de netwerkbedrijven voelen dat. En dat voelen ook andere sectoren. Ook in de horeca, waar we gedacht hadden van daar blijven mensen over. Dat is niet zo. Er zijn nu alweer mensen tekort. Dus echt, in vele sectoren is personeel tekort. En ook wat de arbeidsmarkt betreft, die laat zich ook niet begrenzen. Mensen wonen in de ene gemeente, werken in de andere gemeente. Zeker in Noord-Holland-Noord werkt niet iedereen in de gemeente waar die woont. Nee. Dus heel belangrijk dat daar ook wordt samengewerkt. En dat is natuurlijk ook vanuit de gemeente in de arbeidsmarktregio's. Noord-Holland-Noord is één arbeidsmarktregio. Maar je hebt in heel Noord-Holland met 5 arbeidsmarktregio's te maken. Die eigenlijk nog best wel los van elkaar opereren. Doordat er nu allemaal... ook door corona allemaal regelingen loskomen, zowel van Rijk, provincie en andere overheden, zie je wel dat die arbeidsmarktregio's zich steeds meer aan het organiseren zijn, maar ook die samenwerking met elkaar gaan opzoeken. Ja, en vanuit de gemeentes is ook de oproep om daar vooral in te blijven samenwerken. Dus arbeidsmarkt, maar ook richting onderwijs. Onderwijs ziet ook dat er grote tekorten aankomen. En daar worden ook allerlei projecten opgetuigd. En ook daar motiveren we de diverse overheden om die samenwerking die er al zijn op te zoeken. En vooral gezamenlijk op te trekken met het bedrijfsleven en met het onderwijs. Vaak nog wel hele verschillende culturen. Maar ja, we hopen dat door vooral heel veel samen te werken op dat vlak en gezamenlijk het belang te onderkennen. Maar dat er wel echt... Ja. Om een beetje te prikkelen. Zo van, gemeenten zouden daar een rol in kunnen spelen. Vooral door samen te werken. Ik noem eens een voorbeeld. Wat zou de gemeente Dijkenwaarts op dit gebied samen kunnen betekenen met Alkmaar? Of met een andere gemeente in de omgeving? Je kunt vrijheid praten, want maar iedere gemeente heeft zo zijn eigen project. Ja. Bijvoorbeeld de gemeente Dijkenwaarde heeft, ik noem maar iets, energiecoaches. Die is met het duurzaambouwelijk wet volop bezig. En die is misschien bezig met een actie voor de gemeente. Maar waarom zou je die in de gemeente doen? Waarom zou je die niet in de regio doen? Gezamenlijke inkoop van panelen of iets anders. Ja. Iedere gemeente heeft zo iets waar die goed in is. Deel dat met de rest en zeg van, wij hebben dit en dat ondervonden met dit project. Zouden we dat niet samen op kunnen pakken? Er zijn veel voorbeelden van in Dijkenwaard. Een ander voorbeeld is, dat zijn, als ik dan even over de techniek heb, de campussen die er gewoon al zijn. Ja. In Heerhugowaard zit de techniekcampus. Ja. En die bedient een groter gebied dan alleen de gemeente Dijkenwaard inmiddels. Laat dan niet een grenzende gemeente iets dergelijks ook weer willen ontwikkelen. Maar in Den Helder zit de techniekcampus. En zo zijn er verschillende publiek-private samenwerkingen door heel Noord-Holland-Noord en de grotere regio Eimond en Zaanstad ook. Waar je al ziet dat in Zaanstad zit bijvoorbeeld Techlands. Maar ook de gemeentes uit de omgeving sluiten daarbij aan. Dus ja... En hoe mooi is het dat we nu zien dat die verschillende initiatieven door die hele regio ook met elkaar gaan samenwerken. Want ja, zo groot is het gebied nu ook weer niet dat niet kan. Ja, als ik nog eens een onderwerp neem. Hè. We hebben net horeca al genoemd, ook de tekorten die er zijn. Friso heeft al jaren geleden ook al in rapporten gewezen op het belang van toerisme. Voor onze regio, als een van de economische triggers. Dat komt ook weer voor in het verkiezingsmanifest. Daar staat ook een paragraaf gewijd aan toerisme. Wat kan er nog meer op dit gebied gedaan worden om onze regio te openen? Voor toerisme specifiek? Ja. Ik denk,
viel het woord samenwerking, wat soms natuurlijk een sleets begrip is. Maar dat is even zo goed klassiek, Gerrit, dat de samenwerking op het punt boven lokaal vaak om te huilen was. In mijn opa vertelt, in de tijd als gedeputeerde, jaren 90. En dat terwijl je nog zo jong bent. Ja. Dank je. Dat was toen al een punt en nu nog de grote toeristische centra die zeggen we hebben de anderen niet nodig, wij doen het voor ons eigen. En degene die daaronder, ja, die lijden daar min of meer onder. En wat nog beter opgepakt zou kunnen worden of moet worden is vanuit Amsterdam. Kan je niet zomaar zeggen, we gaan dat spreiden. Dat moet je heel gericht doen. En daar zouden we de komende 4 jaar samen met de gemeente nog een slag in kunnen maken. Mm-hmm. En dat betekent dus de marketing daarvan en dat soort zaken, om dat gerichter aan te pakken. Jelle? Ja, dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden in het programma Holland boven Amsterdam, waar alle gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord in samenwerking ook wel gedaan. En dat zijn we nog steeds aan het doen, waarbij gewoon de gedachte is als iemand in Duitsland of in België of in een andere hoek van Nederland denkt waar gaan we deze zomer naartoe, dan wil je niet dat ze alleen denken Zuid-Limburg of Gelderse streken of je had toen I Amsterdam, al die regio's hadden campagnes, maar wij deden daar eigenlijk helemaal niet aan mee. Maar je wil dat ze ook Holland boven Amsterdam, onze regio, ons toeristisch merk is natuurlijk Holland boven Amsterdam, dat ze in elk geval op hun shortlist hebben. Dat is ook een mooie regio om te zijn. En het is hier ook prachtig. Wij zijn gewend om hier te leven. Maar als je hier een keer rondrijdt met die bril, of een keer buitenlandse gasten hebt hier of zo, nou, die zijn helemaal vol verwondering als ze hier in dit gebied rondrijden. En daarin kunnen we elkaar ontzettend versterken. Dat doen we dus ook. Maar daarin mis ik eerlijk gezegd nog wel de bijdrage van het bedrijfsleven. Ik vind dat het bedrijfsleven in de recreatieve sector in die Holland boven Amsterdam marketing meer zou kunnen doen. En dat wij ook als gemeente een blijvend commitment daaraan moeten geven. Wat ook soms nog wel eens ingewikkeld concreet, is, want het gaat om veel geld. Concreet, wat zou het bedrijfsleven er meer aan moeten doen? Gewoon geld. Ook een bijdrage leveren. Tot nu toe is er steeds gezegd dat bedrijfsleven gaat ook wel meedoen. Ja. En op campagnebasis doen sommige wat grotere toeristische bedrijven wel mee. Ja. Maar echt structurele bijdrage moet nog steeds van alle overheden komen. En daar beginnen gemeenteraden ook soms te morren van ja, als het bedrijfsleven niet meegaat, dan moeten wij ook maar mee stoppen. En uiteindelijk bijt je jezelf in de staart dan. Dat moeten we gewoon niet doen. Ja, hier heeft Jelle een punt. Tegenstribbelen helpt hier niet, want nog meestribbelen overigens. Maar hier wordt de bal terecht ook bij ons en met name natuurlijk de recreatieve bedrijven gesteld, die vaak toch nog wel erg op hun eigen zijn. En nou ja, dat is een beetje de rode draad in het verhaal van vandaag. Daar red je het niet mee. En dat autistisch gedrag, dat helpt gewoon niet. We hadden geloof ik 2 jaar geleden een prachtige reportage over de regio op de Duitse tv. Ja dat helpt geweldig. Natuurlijk allemaal plaatjes vanuit een bepaalde hoek genomen. Zodat we in een wonderschone provincie lijken te wonen. Wat voor een belangrijke... Dat is zo. Ja, ik blijf toch bij de stelling. Laat ik het zo zeggen. We hebben mooie gebieden, maar we hebben ook gebieden waar gewoon het werken zichtbaar centraal staat. Laat ik een aantal, een deel van de regio West-Friesland, als je dat, zowel als je er doorheen kijkt, als je doet hem van boven met de drone, is gewoon een werklandschap. Prima, maar zeg niet dat het allemaal mooi is. Nou, jij weer. Ja, nou, maar dat is een subjectief begrip. Ik wil die handschoen wel oppakken. In de zin van dat ik vind dat in ons gebied we fantastisch mooie steden ook hebben. We hebben duinen, we hebben het strand, we hebben prachtige polders. En dat is mooie productiebedrijven. En gelukkig wordt er ook nog heel goed gewerkt. Het is juist de afwisseling van ons gebied wat de kwaliteit uitmaakt. Dat is volstrekt waar. Ja. En dat is soms ook wel moeilijk, om ook economisch gebied, we hebben het laatst nog over gehad, een heel eenduidig profiel samen te stellen. Maar dat is het dus dan. Wij hebben toen de tijd onze noten over de gebied, de regio, genoemd diversiteit als troef. Ja. Dus
Er is alles. Ja. En dat is natuurlijk ook een kenmerk. Ja. Ja, ik snap wel dat je graag één ding wil hebben waarvoor je onderscheidt. Ja, maar dat moeten wij niet nastreven. Want dan doen we onze eigen regio tekort en zijn we geforceerd bezig. Wel is een nadruk, kom ik weer een beetje op die productiekant, dat het werken met de handen in de maakindustrie, de logistiek, de zorg, metaal, havenbedrijven, landbouw, staat wel meer centraal dan lui die alleen maar achter het laptopje zitten. Ja, ik ben het wel met je eens, Friso, dat vaak die bedrijfterreinen en waar gewerkt wordt, dat het er aan de buitenkant niet zo mooi uitziet. Maar we zijn hier ook om de raadsleden en de potentiële raadsleden aan te spreken. En die zou ik toch vooral willen uitnodigen. Ga eens binnenkijken op zo'n bedrijfterrein. Want dat is echt, dan gaat een wereld voor je open. Ik vind dat een hele mooie afsluiting. De tijd dringt. Er zijn veel onderwerpen aan bod gekomen. Bedrijventerreinen, wordt volgende week verder over gesproken. Oekraïne, waar we ons veel zorgen over maken. Uitdagingen op het gebied van toerisme, op het gebied van energie. En de hoofdboodschap richting de verkiezingen, richting de collegevorming, is werk vooral samen. Niet alleen gemeenten met het bedrijfsleven, maar ook gemeenten onderling. En ik zou wat dat betreft de kijkers in het land willen danken voor hun belangstelling voor deze discussie vanmiddag. Ik wil de gespreksdeelnemers van harte bedanken dat zij hier vanmiddag aanwezig waren. En aanstaande maandag zijn we om 14:00 weer terug met een nieuwe NAN Next aflevering. Bedrijventerreinen, cruciaal in de energietransitie. Tot maandag. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel.